Tessa Beesma, man of the match in de halve finale tegen India. Ja, nee, hartstikke leuk. Ik denk we begonnen echt best wel stroef. India had al meteen een hele grote kans. Daarna raakte ze nog een keer de paal. Dus het was wel even dat we een tandje bij moesten zetten deze wedstrijd. En ja, daar helpt die eerste goal natuurlijk hartstikke goed mee. Ja, kan je hem even beschrijven? Ja, volgens mij komt Luna opstomen op rechts, plaatste de bal naar Omrani, kreeg hem weer terug en legde hem eigenlijk voor de goal. Dat was een soort, ik hoorde net Teuntje al zeggen, een soort strafbal eigenlijk die ik moest aannemen en volgens mij in de linkerhoek laag. Ja, en toen? Ja, en toen, nou ja, heerlijk gevoel natuurlijk, want als het even wat stroever loopt en als je dan die goal maakt, dat helpt gewoon je de wedstrijd in. Dus dat was super vet. Danny van der Veerdonk. Ja. Je hebt een hele grote lach op je gezicht. Ja, dat is niet gek toch? Dat is niet gek, nee. Je wint de halve finale van India met 3-0. Ja. Help me even door de wedstrijd heen. Nou, ik denk dat we best wel een moeizame start hadden. Best wel een aantal corners tegen. En het liep gewoon niet helemaal zoals we wilden. En toen scoorden we de 1-0. Dan merk je dat de druk gewoon een beetje eraf gaat. En we gewoon lekker ons eigen spel gaan spelen en kansen gaan creëren. En in de tweede helft klap je er denk ik gewoon goed overheen. En ja, geef je helemaal niks meer weg. Dus ik denk wel verdiend de finale gehaald. Ja, ja, het staat eigenlijk heel lang nog 1-0, hè, op het scorebord. Ja. Ik denk pas de laatste 5 minuten dat de doelpunten vielen. Ja. Hoe spannend is dan zo'n wedstrijd? Je bent eigenlijk 55 minuten tegen een 1-0 aan het hokje. Nou, ik moet zeggen dat ik zelf, maar ik denk ook het team niet per se de spanning voelde. Want we waren gewoon kansen aan het creëren en we kregen niks tegen. Dus dan word je niet zenuwachtig. En ik dacht, we gingen gewoon met z'n allen blijven hokje voor de 2-0 strijden en... Als je door blijft gaan, dan maak je hem uiteindelijk. En dan heel snel de 3-0 en dan ga je het niet meer weggeven. We wisten dat het vandaag gewoon een hele moeilijke wedstrijd zou worden. Dus ja, des te mooier als je hem wint. En natuurlijk heel mooi om naar de finale te mogen. Hoe fijn is het voor jou om zo'n beslissend doelpunt te maken? Wat doet dat met jou als hockeyer? Ja, nou ja, het is heerlijk om natuurlijk een doelpunt te scoren. Maar ja, uiteindelijk heb ik mijn teamgenoten ervoor nodig. En doen we het uiteindelijk samen. En dat ik uiteindelijk die goal score, ja, dat is leuk. Maar dat is niet per se waarvoor ik sta. Dus Nog even over de corner. Jullie hebben eigenlijk iedere wedstrijd die jullie hebben gespeeld een corner scoort. Ja. Vandaag niet. Nee, ik vond dat ze best wel een goede eerste uitloop hadden. Daarnaast denk ik ook niet zoveel corners gehad zoals we in andere wedstrijden hebben gehad. Ik denk dat we volgende wedstrijd misschien iets meer op varianten kunnen spelen als zij gewoon een goede corner verdedigend hebben en een goede keeper hebben. Daar hebben we wel een paar goede in huis, maar die hebben we nog niet vrijgegeven. Ja. Hey, kan je het gevoel even beschrijven? Hè? Ik bedoel, het was één groot feest net. Jullie liepen naar de ouders, naar de familie. Ja, hoe voelt het? Ja, ik heb geen idee hoe ik het moet omschrijven. Het is, je hebt zo lang en zo hard gewerkt voor dit moment. Je leeft er eigenlijk al vanaf de zomer naartoe en dan gaat het niet door en dan gaat het toch wel door. En dan sta je hier uiteindelijk met echt een fantastisch team wat ik nog nooit eerder heb meegemaakt. En het gevoel wat wij met elkaar delen, dat is niet te omschrijven. En hoe we het nu met z'n allen hebben gedaan, ja, is gewoon bizar. Het is echt bizar. Nog één hoorde, de finale. En dat gaan we doen. Het is zover. En jouw laatste wedstrijd in Jong Oranje. Dat is ook zeker waar, ja. Ja, ik moet zeggen, ik probeer er niet aan te denken. Ik probeer gewoon te genieten van ieder moment hier. Want wat je zegt, het is je laatste wedstrijd. En ik denk dat we het heel mooi kunnen gaan afsluiten als we gewoon ons eigen spel spelen en gewoon laten zien wat we kunnen. Ja, en volgens mij ook voor jou de laatste wedstrijd in Oranje overmorgen. Zeker. Hoe voelt dat? Nee, nog niet te veel over nagedacht. Ik denk gewoon genieten en dan hoop ik dat we ook met iets moois naar huis mogen.